Hallo, ik ben Eva en vandaag gaat Celine van Lammens of Victor mij een legging leren maken. Ja, dat klopt. Vandaag gaan we de Roxy legging maken. En dat is een legging gemaakt uit rekbaar imitatieleer. Zo Eva, zoals je ziet, voor de Roxy legging maar één patroondeel. That's it. Dus super gemakkelijk. Voor de naadwaarde gaan we overal 1 centimeter tekenen, behalve onderaan. Daar pakken we 2 centimeter voor de zoom. Voilà. En uiteraard wel 2 keer knippen, want we hebben 2 benen. Sorry, man. Eva, voor onze legging. 1 pijp mag even aan de kant, want we gaan beginnen met de andere. We leggen gewoon de lange zijde op elkaar. Dus we plooien de pijp dubbel, met de goede kant naar binnen. En we spelden van aan het kruis eigenlijk tot beneden vast. En dan stikken op 1 centimeter. Okay. En dan zijn we bij de andere pijp net hetzelfde. Oké. Goed. Dat bovenste stuk niet dan? Nee, enkel de tussenbeennaad. Oké. Zo. Eva, ook zeker niet vergeten voor zo'n rekbare stof weer de rekbare steek, want anders gaat onze broekbed aandoen gewoon uit elkaar barsten. Oké, voilà. Super. Voor de volgende stap draaien we 1 pijp binnenstebuiten. Allee, nee. Laten we 1 pijp binnenstebuiten en draaien we de andere om. En dan moeten we de pijpen in elkaar steken. Dus die daar met de goede kant naar buiten is, steken we in de pijp die nog omgedraaid is. Zo. Dus de goede kanten liggen dan eigenlijk op elkaar. En dan gaan we de zitnaad stikken, dus die naad. Dus leggen we eigenlijk bovenaan in de rug, is dat eigenlijk, leggen we samen. Van voor, midden voor, leggen we samen, spelden we vast. En dan de 2 naden die we daar juist gestikt hebben, die leggen we op elkaar. En dan spelden we ook nog de rest van de naad op elkaar en stikken we die zelfs van boven zo helemaal naar achteren op 1 centimeter vast op elkaar. Oké, super. Ga ik ze eventjes bij de pijpen omdraaien. Zo. We hebben al een broek. Zie je dat? Goed, hè? Oké. Volgende stap is de elastiek erin zetten. Dus mag je even recht staan, Eva? En dan ga ik meten. Oké. Op de heupen ongeveer. Ja. Zo. Tot daar. Oké. Oké, en dan knippen we dat mooi af. Ietsje verder dan dat we afgemeten hebben. Voilà. En de overschot mag weg. We hebben onze elastiek en we leggen de 2 uiteinden ongeveer 1 centimeter of ietsje meer over elkaar. We spelden dat vast. En dan mag jij, Eva, het gewoon op elkaar vaststikken. Oké.
eventjes wat korter afknippen. En dan hebben we onze elastiek. We gaan die in vier verdelen. Dus onze elastiek vouwen we dubbel. Zo, dus dan is dit de voorkant. Daarna leggen we het naaldje op het naadje. En dan is dit de zijkant. Zetten we ook een speldje. En aan de andere kant ook een speldje. Voilà. En dan gaan we onze elastiek in onze legging vastspelden. Beste naadjes openleggen. Het naadje van onze elastiek komt op de achternaad. Zo. En vastspelden. Het speldje van voor komt aan de naad vooraan. En dat spelden we ook vast. En dan, voor de zijkant van onze broek te weten, leggen we ook weer voor en achter op elkaar. En dan weten we exact waar het, ja, de zijnaad eigenlijk normaal moet komen. Dat leggen we dan weer zo samen. En aan de andere kant net hetzelfde. Voor en achter op elkaar. En dan is dat de zijkant waar we onze elastiek mee samenleggen. Ja. En dan rekken we onze broek en onze elastiek uit, zodat de elastiek gespannen is op de broek en spelden we de rest ook mooi vast. En dan stikken we ook weer de elastiek op 1 centimeter vast op de broek. En dan, Eva, is onze volgende stap de elastiek omplooien naar de binnenkant. Zo. En dan ook even, gaan we dat even vastspelden en dan ga je eigenlijk op de rand van de elastiek moeten het vaststikken. Ja. Je kan dat ook wel gelijk leggen met een van de streepjes op je naaimachine. Ding, de zoom van onze pijpen 2 centimeter naar binnen doen en ook rondom stikken op de rand. Zo. 2 centimeter ongeveer. Ga eens nameten ze. Ja. En vastspelden. Om het ons gemakkelijker te maken, even omdraaien. Zo. Dan kunnen we dat makkelijker omvouwen en stikken. Oké, hij is klaar, naaldjes eruit en dan kun jij weer eens gaan passen, hè? Ja. Alright.
Eva, super cool. Ja, en snel met elkaar zitten. Ja, absoluut. Een snel tempo projectje. Wil je nog meer van onze video's zien? Check dan zeker onze website. Salukes!